Nou, wat wil jij drinken? Tequilaatje, jij ook tequilaatje? Ja, lekker. Ga ik even uit de kelder halen, hè? Zo, tequila. Ja, oh. Dus op! Sorry. We vonden de zomer even terug, hè? Daar hebben we alles. Nou, wegwezen, nou, ik ben hartstikke druk. Ongeveer 20 jaar geleden ging theaterheld René Koenegras aan de slag met het maken van rollenspellen voor kinderen met een leerstraf. Hieruit is theater als middel ontstaan. Oké, tot zo. En stop. En wie bel je dan? Ja, de eigenaar was zo goed. In het echt? En stel dat jij hier buiten fietst en je ziet dat er een oude man valt op zijn fiets. Wat doe je dan? Ik vind het heel leuk en het is ook fijn van als je bijvoorbeeld een hele week toetsen had en dan deze ene dag kan je wel een leuke les hebben. Het is altijd een hele grappige les. Je kan heel veel plezier hebben en doen eigenlijk een beetje vrij. Alleen dan ook gewoon dingen uitbeelden wat je leuk vindt. Nou, om dat allemaal voor elkaar te krijgen, heb ik lesmateriaal ontwikkeld en dat doe ik dus ook. Eigenlijk is het vrij simpel. Hoe krijg je ze tot spel? Je ziet heel veel blokjes bijvoorbeeld. Waarom is dat? Zoals jij een blokje gooit, zal een leerling nooit vragen, mag je, gooi nog een keer. Dat gebeurt bijna niet. Laat ik ze kaartjes trekken, zegt ze, ja, mag ik een ander kaartje? Dat is heel raar, geen idee. Vandaar dat het blokjes zijn. Ik zou bijvoorbeeld angst vast kunnen leggen. En stel dat ik deze stenen erbij gooi, er komen woorden boven, bijvoorbeeld een metro, opa, oma, een tas. En het gaat over angst. Dan maakt het me in principe niet zoveel uit wat ze spelen. Maar daarna heb ik een ingang om een gesprek te houden over angst. En van stapje bij beetje kom ik dus thuis van, god, waar ben jij bang voor? Hè? Word je 's ochtends wel eens wakker met buikpijn? En van lieverlee kan ik sturen en kan ik achter de situatie komen wat er thuis aan de hand is. Zonder dat die leerling gezichtsverlies heeft. Bella, bella, Carmencita. Wat heb je met mijn hart gedaan? Ik ben helemaal van streek sinds ik even naar je keek. Maar ik ga zien. Weer als een kind, blij en onschuldig. Weer als een kind, kwetsbaar en puur. Ook doet René aan zingen, clipjes maken en is hij bezig met nog iets speciaals. Hij komt altijd wel met leuke, gekke ideeën aan. En dan probeer ik hem weer even te kijken van, joh, is dat mogelijk? Kan het allemaal? En zoals dit, hebben we deze bar gemaakt. Ik heb een wagen gekocht, een vrachtwagentje, niet zo'n hele grote, een vrachtwagentje. En dat is een veewagen. En die vrachtwagen, die heeft een hele grote zijklep. En die klep kan naar beneden en dat wordt een podium. Want in die wagen is een bar gebouwd. En daar zijn we nu mee bezig. Mijn broertje is aannemer, die is daar mee bezig om die te maken. En ik wil met die wagen, we noemen hem de meebruller. Dat heeft mijn dochter bedacht, de meebruller. Ik wil daarin optreden. Ik wil daar grappige types hebben. Ik wil er een terras voor hebben. Dat doen we op festivals, op campings, vrijdagmiddagborrels, weet ik veel. In die wagen, daarmee wil ik dus optreden met mijn eigen liedjes. Weet je nog, op zolder had je een boksbal hangen. Ja. En daar en mocht ik eindelijk een keertje op slaan. En had hij er, ondertussen had hij er allemaal bakstenen in gedaan. Hij vond dat wel wat zwaarder. Dus ik sloeg erop. Nou, dat een goed zeer hoor. Dus sindsdien ben ik heel voorzichtig met René geworden. Het allerleukste vind ik eigenlijk weer nieuwe dingen bedenken, het maken. Maar de mooiste momenten die ik meemaak in mijn leven is als kinderen liggen op de grond en bijna plassen in de broek van het lachen. Dat vind ik toch wel het allermooist. Niet lachen, niet lachen, niet lachen! Je moet niet lachen. Bella, bella, Carmencita. Wat heb je met mijn hart gedaan? Ik ben helemaal van streek sinds ik even naar je keek. Maar ik ga, zie ik jou best steeds voor me staan.